Ja, Jeroen, ik kijk even op mijn blaadje. 4,1 seconden voor tijd. Mag je nog een 10 meter trap gaan nemen bij een stand van 3-3? Ja, dus we hebben het zeg maar uiteindelijk echt letterlijk bijna over de streep getrokken. Dus maar heerlijk gevoel. En wat was dit voor een wedstrijd? Eerste helft, 2-0 achter. Dan houdt AORC heel lang stand in de tweede helft en uiteindelijk win je hem nog. Ja, nou, ik denk datgene wat we nodig hadden in de wedstrijd was een doelpunt. En dat hij gewoon heel laat valt. Zo'n compliment aan AORC. Het is gewoon een heel lastige ploeg. Het is heel klein. Zitten er kort op de juiste momenten en ze kunnen heel snel uitbreken daardoor. En het is een bepaalde val waar je niet in moet lopen. En ik denk dat we daar ook niet echt in zijn gelopen, misschien een paar keer. Als ze scoren wat uit andere situaties. En ja, dat die goal uiteindelijk uit mijn hoofd 6, 7 minuten voor tijd viel. En dan zie je het opleven bij ons. Dan krijgen we ook wat meer, nou, meer het geloof, zeg maar. En daardoor uiteindelijk ook de doelpunten die volgden. Ja, jij maakte twee 10 meter trappen en de goal uiteindelijk. Die is de belangrijke goal, hè? Ja, weet je, ik maak ze, maar ik ben heel blij met de jongens om me heen die dan de gaten voor mij trekken. Weet je, we hebben heel veel individualisten die mega goed zijn met 1-op-1 duels. En daardoor krijg ik vaak de ruimte omdat er minder mensen naar hen toe trekken, zeg maar. En dat is ook eigenlijk, als ze zo klein aan het verdedigen zijn, denk ik, voor ons het wapen om mij daarvoor te gebruiken in dit geval. Ja, een hele belangrijke punt, hè, want jullie strijden om die vierde plaats. Ja, nee, dit is moest. Weet je, ik ben alleen volgens mij verloren, hoor ik ze net zeggen. Nou, weet je, daar was je enigszins van afhankelijk als je zelf verloor. Maar we moesten gewoon winnen. Het is ook voor het moraal gewoon goed om volgende week naar TPP met een overwinning te gaan. En nogmaals, ik denk ook wel als je kijkt naar Over Cuba en Malena, dat we best goed hebben gespeeld. Tegen Over Cuba in winst omgezet. Tegen Malena gewoon op een tactisch moment daarin onderuit gegaan. En vandaag heb je het geluk dat wat meer aan je zijde. En wat ik zeg, het goede gevoel naar volgende week hopelijk vasthouden. Ja, want volgende week weer zo'n belangrijke wedstrijd. Ja, nee, het was vandaag erop of eronder als Malena had gewonnen. Maar volgende week is het misschien nog wel extra belangrijk inderdaad. En misschien nog wel meer belangrijk als vandaag. Maar vandaag was eerst een overwinning belangrijk. Dus volgende week is gelijk.